Oh. Dus er is net weer een wethouder weg. En deze zit er net eigenlijk. En nou is er wat taakverschuiving heeft er plaats. Oké. Okay. Dus, ja, dus openbare ruimte zit eigenlijk dan weer niet meer bij Martien. Nee, nee. Maar zo wisselt dat nogal. Hè? Oh, ja. En nu helemaal hoor, met de gemeentesecretaris is natuurlijk weer nu weg. En onze directeur is nu weg. En ja, het rommelt een beetje, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ja, ik heb de recording gestart, Erik, dus alleen maar positieve dingen zeggen nu. Ja, nee. Ja. Ja, ik weet niet of ik dat vertelde, Erik, maar we nemen het altijd op. Het is vrijdagmiddag. Ja, sommige mensen kunnen het niet zien en ze vinden het wel interessant. Ik hoop dat een paar me ook nog komen. Die zijn echt met IT-regulering bezig en die noemden jouw naam eigenlijk. Het is zelfs, volgens mij was het een idee van Jorn om jou uit te nodigen, Erik. Okay. Toch zit niet of niet? Zoiets? Ja, zodoende kwam er wel op. Ik weet niet wie de eerste was inderdaad die jou voorstelde, maar... Ja. Samen met de studenten kwamen we ook op het idee, ja, dat het een beetje afwijkend is van wat wij standaard, eigenlijk ook al niet meer, maar van wat het idee origineel was, zo zeg ik het dan maar. En dat we zijn begonnen in de Wadi en nu eindigen we dus onder de grond. Ja. Nou, we moeten niet eindigen trouwens. Maar, Nee. Ik heb nog wat resultaten van de afgelopen week, hebben we een paar keer in de nacht gewerkt. Ook nog wat analyseresultaten zijn deze week binnengekomen. Dus dat heb ik nog even verwerkt in de presentatie. Oh, ja. Leuk. Er komen nog vervolgstappen. Dus dat is misschien ook heel waardevol als studenten daarbij aanwezig kunnen of willen zijn. Of daar kijken we wel even. Ja. Nog extra informatie over de stortbui van gisteren? Yeah. Ja. Heb... Of dat we last hebben gehad? Ja. Wij wel. Wij wel. Ja. Nou, je hebt altijd zo'n mazzel, hè, Sydney. Ja. Je hebt altijd zo'n mazzel. Ja, we hebben ook, is ook leuk. Ik heb vandaag meldingen waarmee ik bezig ben en problemen over droogte en wateroverlast tegelijk. En ja, dat is. En dode dieren en nou, van alles loopt het door elkaar. Wij hebben altijd alles. Ja. Nee, we hebben eigenlijk. Een mooie Moriol op de achtergrond. Dat mis ik dan weer altijd hier. Ja, daar zijn we stiekem wel jaloers op. Ja, nee, maar wij hadden wel een paar plekken waar we overlast of water op straat hadden. En meteen al met bijanalyse en al erbij. Ja, het interessante van nu is natuurlijk dat het heel lokaal verschilt. Dat één locatie werd er gesproken over een tijdelijke neerslag van 70 mm. Maar ja, algemeen. Was het dan weer over de dag uitgespreid 25, maar op sommige locaties was het ook weer 15, terwijl die mensen daar toch dat daar wel ervaarden als een hele hevige bui. En dan ook nog op de ene plek, ondanks deze cijfers, was er dan wel of geen overlast. Dus ja, dus weer instroom en de capaciteit. Boeiende bui was het. Ja. Het stond er ook midden in toevallig trouwens, dat was ook boeiend. Ja, dan zie je weer dat de tijd waarin de bui valt heel erg belangrijk is. Wij hadden die 15 mm in 20 minuten. Ja, precies. Die tijd was dat is wel interessant. Blijft interessant. Was, ja. En de krant noemde gelijk de Groene Straat, dus ik wist gelijk dat buiten ook fout was. Ja. Ja, ik was gisteren ook nog in Nijmegen. En toen tijdens dat we in de studio zaten bij de Han. Kwam er ook een bui op het dak waarvan je denkt van oké, dit is heftig. Ik heb hem zelf niet meegemaakt, maar het was heel korte duur inderdaad. Ja. Het is echt zo een die even overging, ja. 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 Soms denk ik van nou laat die zware bui maar weer een keertje komen, want dan krijgen we ook weer extra geld. Maar... Oh nee, het wordt opgenomen. We kunnen knippen, Erik. Hey, Raimundo. Deze meneer, Bagger, Erik. Ik, hallo. Ik verspreek me soms, nou ja. Nee, dat maakt niet uit. Ik heb altijd geleerd bij watermanagement gedeelte. We krijgen vooral geld als de dijk al gebroken is. Dus dat is al wel algemeen bekend dat het zo werkt. Maar we hebben wel veel informatie om het ook voor te kunnen zijn. Dus dat is, ja, precies. Ja, dit soort contacten brengen daar ook weer bij en ook weer onder de aandacht. Hè? Want het is ook natuurlijk voor bewustzijn, ook studenten, maar ja, ook op LinkedIn, ondanks
dat het nu toch niet zo snel... Ah, gelukkig. Nog steeds erbij. Ja, precies. Dus, brengt dat zo onder de aandacht. En preventief acteren, ja, dat zal bij jullie ook wel zijn. Dat gaat natuurlijk steeds meer, of wordt steeds meer ingevoerd in plaats van reactief acteren. Ja, ja, en systeemdenken, dat vind ik toch wel een hele belangrijke. Ja, ja. Dat ontbreekt toch nog wel te veel, hoor. Ja, ja. Ja, ik breng het heel vaak in. Ik schrijf nou mee in beheerplannen. En iemand anders zou dat eigenlijk gaan uitwerken. Maar die moest ik opwijzen dat zowel het systeem en de toekomstige ontwikkeling niet mee moesten maken. Of mee moesten nemen. Dus dat zijn wel van die dingen die soms net niet volledig genoeg gecommuniceerd worden. Maar steeds belangrijker worden. Mm-hmm. Omdat we zo erg aan het asset managen zijn en risicogestuurd beheren. Ja. Dat alles wel helemaal aan de ene kant van, nou, tussen de waal in, dus dat is toch wel een flinke barrière. Mm-hmm. Maar de ene kant van Nijmegen kan zo invloed hebben op de andere kant. Ja, ja. Meenemen. Ja, ja, maar ook, ik had gisteren een overleg met over Schuitgraaf. En ik las vandaag ook nog een stuk over Nijmegen in de krant. Over het aantal woningen wat verdubbeld wordt. Maar ook in Schuitgraaf wordt eigenlijk de originele plannen, zal ik maar zeggen, vanuit de raad de vraag gesteld om te gaan verdichten vanwege natuurlijk de woningnood. Ja, verdichting betekent natuurlijk op meer verhard oppervlak, minder ruimte voor water, meer hitte, minder ruimte voor groen. Dus ja, ik zie wel aardige knelpunten. Ook weer parkeernormen waar strikt aan gehouden wordt. Dus ja, dat is allemaal, dat botst met elkaar, hè? Ja, ja. Ja, ja, nu hebben wij daar wel hele interessante gesprekken over. Om, het wordt opgenomen, dus ik maak het even positief. Nee, maar, we zijn met onze, we hebben de productgroepen gevormd. En riool is bijvoorbeeld nou riool en water geworden. Maar ook die afstemming tussen alle producten, grijs, groen, parkeren, handhaving, kunstwerken, dus bruggen en zo. Maar ook nu richting inderdaad meer de ontwikkeling, de aanleg. We gaan steeds meer wel met z'n allen in gesprek. Het duurt natuurlijk allemaal weer even en een hele hoop documenten die weer heen en weer gewisseld worden. Maar je merkt wel dat het leeft en ook echt. Wel verdacht wordt in van nou, die knelpunten zijn er. En natuurlijk ergens geeft iemand een klap op van, nou ja, we gaan gewoon op deze manier door. Maar we krijgen wel heel veel de kans om al die knelpunten aan te dragen en dat ze in behandeling worden genomen. Dus dat is wel een positief ik hier merk. En ja, maar wat er terecht komt, ja, dat zien we. Waar ik wel bang voor ben, is als de toekomst. Ik hoor overal meer groen, groene daken, meer bomen, dat begrijp ik allemaal. Is ook goed, maar het heeft allemaal water nodig, hè? Ja. Ja, en dat water, ik denk dat het steeds minder wordt. En zo dadelijk krijg je niet de strijd waar wij goed in zijn, de strijd tegen het water, maar de strijd om het water. Ja, wij hebben die al, hoor. Dat, met het water. Hebben wij dat ook al nou, dat wij graag water willen vasthouden om te gebruiken voor ons groen. En dat zij onze singles en onze plassen willen we toch wel gevuld houden, alsjeblieft. Dus, terwijl dat we wel overal roepen meer groen, meer bomen, meer groene daken. En, ons groenbeleid zit nou wel vol met het klimaatadaptieve groene onderdeel. Dus echt planten neerzetten die gewoon weinig water nodig hebben. Soms ook inderdaad de keuze maken om geen planten neer te zetten. Ook al staat wel in het doelen dat het toch meer maatwerk moet zijn. En de combinatie met het afstromend water steeds meer. Ja, toch proberen te kijken of we dat naar groen kunnen leiden. En de waarde is een van mijn favoriete onderwerpen natuurlijk. Is ook de discussie van we moeten uitkijken dat we geen waardes aanleggen die we straks water moeten gaan geven. Ja, precies. Ja. Genoeg uitdagingen met z'n allen. Ja. Inderdaad, als werk blijft in ieder geval genoeg te doen en hartstikke leuk. Ja. Ik ben bang dat het toch wel weer een kleine groep is. Ja, mooi weer. Maar goed, ik zie wel dat, ik legde net uit waarom we het opnemen. Het is vrijdagmiddag is niet voor iedereen gelukkig. Het is mooi weer, mensen kijken het ook terug. Dus weet je, ik vind een kleine groep ook wel heel erg leuk hoor. Dus, en hoe is het met jullie? Is Alexandra, zit je nog in Griekenland? Ja? Ja. Is het mooi weer? Ja? Ja.
Het is hier ook mooi weer, ja. Oh, wat goed. Ja, wat, nou ja, ook voor jou en wensen. Je wilde wat meer weten over continu sensoren bijvoorbeeld. Dus nou, daar gaan we het zo over hebben. Dus dat is hartstikke leuk. Raimundo is erbij. Welkom Raimundo. Helemaal uit Saxion, uit Assen. Dus gaat het goed? Jij hebt ook al met sensoren gewerkt, hè? Raimundo was in ieder geval heeft heel goed meegeholpen met metingen, onder andere in het Zwollegebied, Climate Café Zwolle, met ook sensoren, met dataloggers hebben we gewerkt. Dus gaan we zo ook even naar kijken. En Jip is erbij, die was maandag nog dingen onder water aan het zetten in Eindhoven. Oké. Was het leuk, Jip? Ja, was heel leuk. Was ook goed weer, dus we hebben wel leuk met water kunnen spelen. Precies. Met Luc Posmus hebben we buiten gespeeld. En Niels was heel leuk. Ook groenvoorzieningen trouwens. Ik was aardig verbaasd over Eindhoven. Het is altijd leuk om zo'n rondje te doen. En Damian zie ik ook van VHL. Hè? Ben je er ook bij? Of lekker anoniem? Is ook goed hoor. Ja. Een beetje anoniem. Ik ben er ook bij. Kijk even rustig mee. Hartstikke goed. De rest van mijn groep ook nog stap aansluit, maar ik weet niet. Oké, ja, nee, hartstikke leuk dat je erbij bent. Dus, en feel free als je camera uit, ik wilde je niet op de spot zetten, maar leuk om iedereen te hebben. En Frits, daar je bent er altijd bij, dus hartstikke leuk man. Ja, zullen we Erik het woord geven? Je hebt de tijd eigenlijk, Erik, dus mooi. Ik ben heel benieuwd. Ja, nou allereerst misschien even voorstellen. Mijn naam is Erik Laurensen. Ik ben senior beheerder riolering en water binnen de gemeente Arnhem. Water is heel breed. Dat gaat ook over allerlei baggerklussen, fonteinen, beschoeiingen. Maar ook, wat ik zo dadelijk zal over vertellen, over de afkoppelvoorzieningen. Die wij in grote talen al ook een aantal jaren hebben in Arnhem. En wat betreft de riolering, bemoei ik me eigenlijk in de breedste zin des woords. Dus ook gemalen, persleidingen en wat grote renovatieprojecten, waaronder het Moeriool. Dus dat is toch wel mijn kindje. Daar zit ik op dit moment ook in, zoals jullie zien. En dan kom ik ook dolgraag. Dus, maar we gaan het nu even over de afkoppelvoorzieningen hebben. Is het een onderzoek wat al een tijdje loopt. En op dit moment ook nog lopend is. En waar wij de komende tijd ook nog wel interessante dingen daadwerkelijk buiten verder gaan oppakken. Maar dat zal ik jullie even vertellen. En daarbij ook meegeven dat, als het straks ook allemaal weer kan, en dat ziet er naar uit, dat ook vanuit Griekenland weer deze kant op gekomen kan worden om ook in het veld het een en ander bij ons te komen kijken. Dus, want in het veld leer je altijd het beste, zeg ik altijd. En nou probeer ik mijn presentatie even te delen. Kijken, dat is... Kijken, dan moet ik deze. Zien jullie hem eigenlijk? Ja, helemaal goed, Erik. Ik zie jullie eigenlijk niet meer, maar goed, dat maakt ook niet uit. Als er iets spannends gebeurt, dan ligt ik hier in. Erik. Ja, precies. Ja. Komt goed. Daarom. De titel Werken infiltratievoorzieningen eigenlijk wel. Ik heb deze presentatie een tijdje geleden ook op de RioNet-dag gegeven. Daar zijn ontiegelijk veel reacties op gekomen. Ondertussen zijn we ook verder met dat onderzoek gegaan en die resultaten heb ik ook verwerkt. En dat is toch ook wel even schrikken. Ook wel dingen waar we echt verder rekening mee moeten gaan houden. En daar kom ik wel eventjes op. Want waarom zijn we eigenlijk met dit onderzoek begonnen? En infiltratievoorzieningen zijn dan eigenlijk de afkoppelvoorzieningen, maar dan gefocust onder de grond. Om eigenlijk, ja, de eerste, heel simpel, om na te gaan of dat de voorziening nog wel naar behoren werkt of blijft werken. Maar als die niet meer goed functioneert, wat kun je dan doen? Dus welke beheersmaatregelen heb je om bijvoorbeeld weer werkend te krijgen? En welk effect heeft die beheersmaatregel dan eigenlijk? En de laatste is natuurlijk ook belangrijk. Als we focussen op de infiltratievoorziening in Arnhem, we hebben meer types, maar ik hou het nu eventjes op de infiltratieriolen en de infiltratieputten. We hebben 10 kilometer infiltratieriolen en nu al meer dan 600 infiltratieputten. En dat is natuurlijk een enorm financieel kapitaal wat we onder de grond hebben gestopt, zal ik maar zeggen. En ook voor onze begroting. Begrotingstechnisch mogen wij als gemeente natuurlijk ook niet kapitaalvernietiging doen.
Dus dan is het toch ook wel belangrijk dat voorzieningen waar je enorm in geïnvesteerd hebt, dat die dus ook blijven werken. Want als de voorzieningen het niet meer goed functioneren, ja, dus de eerste, gisteren heb je natuurlijk ook met die zware regenbuien gezien, dan wil je natuurlijk met de voorzieningen waarmee je gerekend hebt, met een bepaalde berging, natuurlijk ook eigenlijk beschikbaar houden om natuurlijk een deel van die bui op te vangen. En als zo'n voorziening natuurlijk niet meer functioneert, heb je die capaciteit eigenlijk niet meer of minder. Voor ons is het ook heel belangrijk dat er meer regenwater eigenlijk in de bodem wegloopt vanwege onze beken. En natuurlijk ook het bekende verdrogingseffecten, jullie allemaal wel bekend. En de laatste, kijk, daar heb je weer kapitaalvernietiging. Het verschil tussen een IT-riool en een dicht riool gaat om €25 per meter. Dus als je een hele wijk hebt liggen, dan spreek je over een enorme kapitaalvernietiging als het niet meer functioneert. En dat kan echt voor ons, wat betreft de begroting, serieuze nadelige gevolgen hebben bij de goedkeuring die de provincie geeft. Dus dat is voor mij dan als ook budgethouder wel even een belangrijk aspect. Bij deze presentatie focus ik dus eigenlijk op de infiltratieputten en de infiltratieriolen. En de infiltratieputten hebben we twee types. Het is belangrijk om jullie dat aan mee te geven. Dit is een voorbeeld van de infiltratieputten die wij in een betonnen vorm hebben. En hier zie je hem eigenlijk in een ronde vorm. Ze zijn een meter of 3,5 meter diep en 2 meter in doorsnede. En daaromheen, dus je hebt de betonnen put met allemaal gaten. Daaromheen zit een heel grof materiaal, dat is grauwakker 60-80, zit daar omheen. Van een halve meter dik. En dan heb je een scheidingsdoek. En dan de oorspronkelijke zeer zanderige grondslag, omdat Arnhem-Noord natuurlijk op een stuwwal is gebouwd. Dus dat is behoorlijk waterdoorlatend. Dus dit zijn ze van beton. Belangrijk. En deze hebben wij ook. Dat is een oude type. Die zijn van PE, dus van kunststof. Kunststof. Wat daarbij heel belangrijk is, hier zie je die put. Dit is de kunststofput. En daaromheen zit strak het scheidingsdoek. Een non-woven doek. Dus je hebt de put, het doek en dan de oorspronkelijke grondslag. Dus dat is even een belangrijk verschil. Daar kom ik straks ook even op terug. We hebben ook de infiltratieriolen, jullie natuurlijk ook wel bekend, de infiltratieriolen van beton. Rond 600 en rond 800 hebben wij, en ook sinds 2010 hebben wij ze al liggen. En dat zijn eigenlijk betonnen buizen met de bestaande grondslag daar weer omheen, dus geen doek. En we hebben natuurlijk ook de kunststof infiltratieriolen. En wat je daar duidelijk ziet is natuurlijk het kunststof en dan weer het doek direct om de voorziening heen. Dus we hebben eigenlijk twee types infiltratieputten en twee type infiltratieriolen. Het is belangrijk om dit even scherp te houden. Vervolgens zijn we eigenlijk gaan onderzoeken naar het functioneren van die voorzieningen. En dit is schematisch in Arnhem-Noord en dan zie je eigenlijk dat het geheel verspreid in Arnhem-Noord hebben wij proeven gedaan. Dus niet in één wijk, maar eigenlijk nagenoeg in alle wijken in Arnhem-Noord hebben wij de proeven gedaan. En die proeven, wat betreft de infiltratieriool, ja, je ziet het eigenlijk heel simpel. Dit is het infiltratieriool. Dit zijn de putten natuurlijk, die sluit je af en laat je vollopen met water. Dat meet je natuurlijk, ook met divers en met de tijdseenheid. Maar eigenlijk is het heel simpel. Je vult hem en je meet hoe snel dat hij weer leegstroomt. Simpel gezegd. Daarbij is wel even heel belangrijk, als je daarmee begint, dus de nulmeting. Dat gebeurt niet zo heel vaak, maar tegenwoordig houden wij daar ons wel goed aan en ook in onze bestekken. Dus tijdens de aanleg, en dat bedoel ik ook met de nulmeting, controleren wij de werking van het systeem. Omdat dat de basis is voor meting in de lange termijn. Dus dan weet je eigenlijk wanneer dat
het aangelegd hoe die dan deed. En vervolgens ga je de jaren daarna kun je gaan vergelijken van hoe vanaf het punt van aanleg, hoe deed hij toen en hoe functioneert hij nu nog. Dus die nulmeting is heel belangrijk. Het geeft ook een lokaal inzicht in de werkelijke doorlatendheid. Dat kan behoorlijk verschillen. En dit is ook een hele belangrijke. Meet dus, als je gaat aanleggen, de kwaliteit van de bestaande bodem, zodat je kunt zien of dat de bodem verontreinigt. Ik kom er straks ook op terug. Dit hebben we in de voorgaande projecten, dus een aantal jaar geleden, hebben we dit allemaal niet gedaan. En dat is wel een leemte in de gegevens of in het onderzoek waar we nu mee bezig zijn. Want die proeven, ik ben een persoon die ook wel in alle riolen kruipt, laat ik het zo maar zeggen, dus ook in de infiltratieputten. Ik ben er gewoon afgedaald om te kijken van hoe het eruit zag. En ook om monsters te nemen van de slip en dergelijke. Hier zie je ook nog een meetopstelling van de diver. En logisch, de eerste conclusie bij de veldopname is dat een aantal voorzieningen absoluut niet meer werken. En dan zou je zeggen, ja, goh, dat is niet zo vreemd als je dit ziet. Maar dit is wel de werkelijkheid ook in Arnhem. Heel veel kolken en daarmee de toevoer naar de infiltratievoorziening natuurlijk functioneren onvoldoende of eigenlijk helemaal niet. Onze kolken in Arnhem worden ook één keer per jaar gereinigd. En dat is absoluut veel te weinig, daar kom ik zo dadelijk op. Maar ja, dit is toch wel een schrikbarend beeld. Ook een aantal kolken worden in Arnhem ook helemaal niet gereinigd omdat ze maar één keer rondgaan. En als er een auto geparkeerd staat, ja, dan wordt die al niet meegenomen. Dus dit is al de belangrijke eerste stap om eigenlijk het eerste object van die infiltratievoorziening goed te onderhouden. Maar daar heb je het al. Ik noemde dat straks systeemdenken. Kijk, die kolken die zitten eigenlijk weer in het beheer van een andere afdeling. Terwijl dat mijn afkoppelvoorzieningen zitten in beheer bij mij, zal ik maar zeggen. En de kolken die eigenlijk de toevoer naar die afkoppelvoorziening zorgen, zijn weer in beheer bij wegen. Dus daar zie je een wezenlijke knip. Dat is niet bevorderlijk. De putten hebben natuurlijk ook volg laten stromen met water. En het principe is eigenlijk dat onze putten ook bij de TS10 plus 10% in 24 uur leeg moesten zijn. Dit is de wijk Sternberg. Daar zie je enorm, toch vrij grote verschillen. Bijvoorbeeld deze infiltratieput. Die hebben we gevuld hier, 2 meter. Ja, en weet je, en na 24 uur is die amper leeggelopen. Weet je dat? Hier zie je ook een infiltratieput. Die doet het al veel beter. Die loopt vrij snel leeg. En dan duurt het toch wel weer wat langer voordat die na 24 uur nog niet helemaal leeg is. Maar wel nagenoeg leeg. Hoe dat komt, kan ik ze dadelijk ook uitleggen. Maar je ziet dus in één wijk zie je al grote verschillen in het leeglopen van de infiltratieputten, waarbij de meeste bij deze rode en bij deze blauwe lijn liggen. En dat is dus wel schrikbarend, dat na 24 uur de voorzieningen amper leeggelopen zijn. Bij de betonnen infiltratieputten, kan ik nog eventjes omhoog. Ja, want dat is belangrijk om te zeggen. Dit zijn putten uit 2005. En dit zijn de PE-putten, deze figuur. Dat zijn dus die kunststofputten met het doek er direct omheen. Gaan we naar de betonnen putten. Daar zie je iets heel anders. Hier zie je dat de put gevuld wordt. Ja, en eigenlijk na 40 minuten is hij ook helemaal leeg gelopen. Vervolgens hebben we hem heel even rust gegeven. En toen kwam eigenlijk de tweede bui. En ook die zie je dus, 20, 40, 86, ja, iets meer dan een uur, loopt die ook weer helemaal leeg. Dus deze functioneren nog steeds erg goed. Hoe komt dat nou? Die PE-infiltratieputten hebben we de afgelopen tijd ook opgegraven, omdat we in de Sterrenberg ook een grote rioolreconstructie hebben. Wat je dus heel duidelijk ziet, is bij die PE-putten, met het, wederom het doek er strak omheen, dat ze zie je de put
zelf is nog erg goed. Maar het doek eromheen, dat zie je dus hier. En dat is echt een hele dunne laag van een centimetertje of twee. Is dus helemaal gesmeerd. Met eigenlijk een groot deel bestaan uit organisch materiaal. En de korrelfractie die hierin zit, is voor meer dan 73% kleiner dan 50 mu. Dus hier zit een hele kleine fractie, is eigenlijk door die put in dat doek gaan zitten. Daarbij moet je ook nog beseffen dat zink, koper, mineralen, olie, die hier in dat doek zitten, ver boven de interventiewaarde zitten. Dus hier zie je dus een dunne laag om de infiltratieput ernstig verontreinigd, een hele fijne fractie die ervoor zorgt dat die put niet meer functioneert. Het bezorgt dus een ondoordringbare laag. Nou hadden wij ook nog een foutaansluiting op een van de putten. Een foutaansluiting is natuurlijk in deze infiltratieputten waar je alleen maar hemelwater hebben. En hier zat zelfs nog een DWA op. Dus eigenlijk de wc en dat soort dingen. En ja, dan maken we vaak mee dat met die foutaansluiting. En daarbij zie je ook dat de verontreiniging door die foutaansluiting enorm toeneemt. Dus dan zie je waardes wat betreft de zink, zware metalen, mineralen, olies. Nou, die schieten omhoog door die foutaansluiting. Dat is bizar. Vervolgens hebben wij ook gekeken naar, laten we zeggen, de IT-riolen, het functioneren daarvan. En welke beheersmaatregelen heb je eigenlijk om die IT-riolen weer werkend te krijgen. Je moet even doorklikken. Want dit is RainTools van RioNet. Hier zie je eigenlijk, zo dadelijk doet hij denk ik weer, de simulatie van dat het IT-riool gevuld wordt. Dan zie je hem opeens heel snel leeglopen en dan steeds langzamer. Dat zie je ook de voorziening. Die vulling die daalt met 50% in anderhalf uur. Maar een volledige lediging die duurt ruim 20 uur voordat die buis dicht is. Dus je ziet het heel duidelijk hier ook. Dit is de buis. Zo. En hier zie je dus eigenlijk de lijnen van leegloop. Dan zie je dat die heel snel gaat en dan heel, heel langzaam. En het mooie van RainTools is dat je alle gegevens die je hebt verzameld, zoals bodem, grondwaterstanden en dat soort dingen, die kun je invoeren en dan kun je ook eigenlijk buien gaan simuleren. Dus oké, wat gebeurt er met een lichte bui, wat gebeurt er bij een wat zwaardere bui en wat gebeurt er met een hele zware bui? En dat kun je mooi terugzien in deze grafieken. Maar je ziet dus heel duidelijk eerst een vrij snelle leegloop en dan loopt die heel langzaam leeg. En dit is dan ook een belangrijke sheet. Om even aan te geven wat eigenlijk nooit rekening mee gehouden wordt. Wat betreft ook onze hydraulische berekeningen. Hier zie je drie lijnen. Eerst die rode. Dat is eigenlijk de leegloop van een IT-riool in een droge periode. Voor reiniging. Dan heb je hier deze gele is eigenlijk het verloop voor de reiniging in een hele natte periode. En die groene is eigenlijk weer de leeglooplijn in een droge periode. Ik wilde eigenlijk mee zeggen, als je dus de natte periode gaat vergelijken met een droge periode, dan denk je van oké, die reiniging heeft effect gehad. Want door die reiniging loopt die sneller leeg. Dat zien jullie hier. Terwijl, als je het in een droge periode voor reiniging en een droge periode na reiniging met elkaar vergelijkt, dan liggen die lijnen op elkaar en dan kom je tot de conclusie, die reiniging heeft helemaal geen effect gehad. Dus je moet wel even weten dat je niet appels met peren gaat vergelijken. Dus dat is even een belangrijke. En we merken ook dat bijvoorbeeld bij de eerste bui de voorziening het redelijk doet. En bij de tweede bui, dat is eigenlijk weer min of meer die natte periode, dat de voorziening, het functioneren daarvan veel en veel slechter is. Omdat de bodem natuurlijk ook verzadigd is. En dat zie je hier ook. Met een buis. Dit is de voorreiniging in de droge periode. En dit is een leegloop na reiniging in de droge periode.
Wat je dus hier ziet is dat die vrij snel leegloopt en dan zakt die af en heel langzaam. Dat geldt voor die ook. Maar duidelijk is ook te zien dat wederom na de reiniging eigenlijk de doorlatendheid van de buis is afgenomen. Dus die beheersmaatregel van die speciale beheersmaatregelen voor het reinigen van IT-riolen functioneert hier dus niet goed. Ik zal ze dadelijk uitleggen hoe wij denken dat dat kwam. Even kijken. Want hier zie je nog een IT-riool uit 2010. De blauwe was voor de reiniging. En de rode is zelfs na de reiniging. Dus het duurt bij die rode meer dan 3 dagen voordat die überhaupt is leeggelopen. Dat zie je hier ook mooi terug. Die zwarte, dat is de buis. De blauwe was de leegloop voor reiniging. En dan zie je ook dat die niet helemaal leegloopt, omdat het onderste deel van de buis het gewoon niet meer doet. Dit is de lijn na reiniging in 2019. En dit is de lijn in 2021, waarbij er ook nog een flinke bui viel. Dus daar zie je geen verschil. Want wij dachten, wat ik net vertelde over die dichtslippen van het doek, dat eigenlijk de grond om het IT-riool dichtgeslipt is. En met de reiniging maak je eigenlijk een soort vacuüm, trek je eigenlijk het vuil uit de buis. En wij dachten dat door die vacuüm dat je zelfs het vuil van de grond om de buis in het IT-riool zuigt. En we hadden eigenlijk de hoop, met als je aardig wat regenbuien had gehad, dat die dan eigenlijk zichzelf weer schoon spoelde. Maar helaas is dat dus niet het geval. Dus eigenlijk met die vacuüm zuig je het vuil in de buis. En vervolgens ja, is dat funest voor het verdere functioneren van je IT-riool. Want we hebben de laatste eentje opgegraven. En dat gaan we binnenkort weer doen. En dat is denk ik heel interessant. Dat is in een park ligt dit. Dus het is heel makkelijk te doen. Hier heb je die infiltratiebuizen. En die infiltratiebuizen zijn gewoon omhuld, zou ik maar zeggen, met een hele grove bestaande grondsoort. Dus zeer zanderig. Maar wat je daar dus ziet, dus die buizen die staan helemaal vol met water. Ga je daar naartoe graven, dan zie je eigenlijk hier die donkere laag. Dat is hooguit een laag van 1 centimeter of 2 centimeter om die buis. En die laag is helemaal dichtgeslipt, weer door die kleine organische fractie, zwaar verontreinigd. Maar kom je hier dus met de kraan dichtbij en je schraapt die zwarte laag ervan af, dan begint dat IT-riool weer enorm goed te functioneren. Dus wederom, die bestaande grondslag wordt dus eigenlijk door het water en haar kleine fractie dusdanig verontreinigd, waardoor er dus een ondoordringbare laag om het IT-riool ontstaat. En dat zie je ook bij dit IT-riool. Hier heb je die kunststof, hier heb je doek, helemaal vol met wortels. Dat zien we vaak, maar ook dat doek, dat is gewoon helemaal pikzwart geworden. En daarmee ondoorlaten. Dus wat moet je daar doen? Eigenlijk moet je bij je systemen zorgen dat eigenlijk die vuilvracht niet al te vaak, laat me zeggen, door de kolk in het systeem komt. Dus dan zul je zeker niet met alle kolken alles afvangen, maar in ieder geval 1 keer kolken reinigen is veel te weinig. Dat moet zeker naar 3 tot 4 keer per jaar om het slip uit de kolken te halen voordat het eigenlijk in het systeem komt. Want als eenmaal de kolk een beetje vol zit, dan houdt hij niks meer tegen. Dus al het vuil komt ook rechtstreeks in de voorziening. En eigenlijk ook een soort filtersysteem wat eenvoudig te controleren en te vervangen is voor de grote infiltratievoorziening. En we zitten nu te denken aan bijvoorbeeld dit soort putten met een soort IT-riooltje en daar een doek eromheen. Dus dat je dat doek makkelijk kunt vervangen en vervolgens stroomt het daarna verder
het infiltratieriool in. Dus wat hebben we eigenlijk tot nu toe geleerd? En er komen nog aardig wat stappen hier achteraan. Is de zorgvuldige uitvoering van proeven is belangrijk. Maar ook voor een nadere analyse. En wat ik ook echt mis is, van gemeente Arnhem doet onderzoek, gemeente Eindhoven doet onderzoek, allerlei instanties doen onderzoek. Maar echt centraal gedocumenteerd, al die onderzoeken, dat mis ik wel. Dus wellicht kan daar RainTools voor zorgen, maar dat vind ik nog wel een leemte. De infiltratiecapaciteit lijkt ook te worden invloed door de natte of droge omstandigheden. Vermindering van de werking is dus een feit, dus hou daar bij je ontwerp rekening mee. En maak een beheer en onderhoud een monitoringsplan met alle stakeholders. Dus focus niet alleen op die infiltratievoorziening, maar ook op de kolken die daar eigenlijk direct invloed op zijn. En het kolkenbeheer, kijk naar het vegen, kijk ook naar het groen. Waar staan welke bomen en wanneer laten die het blad gaan en dat soort zaken. Om ervoor te zorgen dat dus de voorzieningen die je hebt aangebracht ook de komende tijd blijven functioneren. Daarnaast, en dat is ook wel schrikken, de bodem, ook met zo'n foutaansluiting, zie je toch een matig tot zeer zware verontreiniging van zware metalen, pax en minerale olie in de directe omgeving van die voorziening. Nulmeting is dus heel belangrijk om voor je onderzoek, om te kijken van hoe werkte het direct naar aanleg en hoe werkt het de jaren daarna. En de afvang, en dat is misschien wel de belangrijkste van eigenlijk die vuilvracht, is zeer belangrijk, zodat je die, zodat je eigenlijk dat vuil niet in je voorziening terechtkomt. Dus dat was even heel kort. Even kijken, zie ik jullie nog ergens? Als je stopt met denken, dan zie je ons weer, denk ik. Ja, ik moet even kijken. Hop. Dat is een... Ben je er nog, Erik? O jee. Zijn we Erik nu kwijt, jongens? Of... Ja, misschien moet hij even weer inloggen. Oh, oké. Maar jullie zijn er nog wel. Ik dacht even dat het aan mij lag. Het werd heel stil in mij. Van Dikhout. Mooi nummer. Ik denk dat hij inderdaad heel stil. Oh, dan komt hij zo wel even terug. Nou, in ieder geval een mooie presentatie. Oh. Ja, ik was even weg, jongens. Ik ben er weer. Nee, okay. Maar het is even heel kort. Ik ben niet te veel op de inhoud ingegaan, maar een beetje in vogelvlucht eigenlijk wat we gedaan hebben en wat we aan het doen zijn en ook wat we gaan doen. Die ligt op de zolder daar. Ja. Dus, ligt op de zolder? Wat zeg je? Nee. Oh nee. Okay. Ik zet even iemand op mute. Ja. Dus maar dit was een vogelvlucht eigenlijk, maar ook toch wel met belangrijk en ook wel verontrustende resultaten waar we toch echt mee aan de slag moeten. Zeker. Ja. Nou, ik vind het een heel mooi. Even kijken, je deelt nog steeds je scherm, dus we zien elkaar nog niet zo. Is dat mogelijk als je... maar goed, blijf wel bij ons, Erik. Ja, precies. Even kijken waar ik zit hier. Ja. Ja, kijk eens. Nou zien we iedereen weer even. Dus, ja, nee, dan zie ik jullie daar zo. Ja. Ja. Precies. Ja. Nee, hartstikke mooi, Erik. Ik vond het een heel mooi overzicht. En ook de manier waarop je presenteert, heel rustig. Daar kan ik nog een voorbeeld aan nemen. Oh. Dus, en duidelijke grafieken ook en animaties. Dus heel erg leerzaam. Even kijken. Ik ben altijd geneigd om er zelf vragen te stellen. Maar hoe is het bij jullie? Wie heeft er misschien een vraag? Nou, ik zit zelf ook nog helemaal vol met vragen, hoor. Dus, ja. Mooi. Nou, we hebben nog 20 minuten, dus we kunnen daar heel rustig in ingaan wat dat betreft. Ja, dus, ja precies. Want is iedereen nu depressief? Denkt iedereen, oh jee. Dit, Frits heeft een vraag, geloof ik.
Ja, is dat aan, hè? Ja, ik had het handje nog opgestoken. Ja. Ja, ik vind het een geweldig verhaal. Heel leerzaam. Ik herken er ook een aantal dingen in. Maar ik wat kwets misschien even voor Erik, want ik denk dat jullie elkaar niet kennen. Jij hebt als particulier met een buurt, heb jij ook een infiltratievoorziening in Nijmegen? Ja. Misschien als inleiding. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Om een lang verhaal kort te maken, ja. Heel in het begin had je het over dat je monsters nam van het slip. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, dus een slip in de infiltratievoorziening. En wat doe je daarmee? Daar hebben we dus ook gekeken naar welke verontreinigingen zien we eigenlijk terug in het slip, zal ik maar zeggen. Ja. En welke verontreinigingen zien we eigenlijk ook weer terug als het door de voorziening in dat doek of in de bestaande ondergrond terechtkomt. En dan zie je dat in het slip is het minder verontreinigd. Dan is het, laten we zeggen, tussen de tussenwaarde en de interventiewaarde. Mm-hmm. Ja. Ga je meten in het doek, waar het dus al veel langer rustig kan... kan opbouwen, dan zie je al verontreiniging boven de interventiewaarde. En dan nog die foutaansluiting. Het is misschien wel mooi dat we deze ook op een infiltratievoorziening hebben. Dan zie je ook duidelijk dat dat funest is voor de bodemverontreiniging. En helaas komen wij foutaansluitingen op de gekste plekken tegen, hoor. Dus ook op drainage, hemelwaterriolen, dat is logisch. Maar tegenwoordig is ook al zelfs in infiltratievoorzieningen. Maar mag ik er dan vanuit gaan dat dat vuil al in het regenwater zit? Ja, dat zit in die zit eigenlijk in die hele kleine fractie. En dat is het nadeel van... wij hebben ook kolken in het verleden toegepast... die eigenlijk niet goed zijn, laat ik het zo maar zeggen. Dat zijn of kolken zonder stankafsluiter. Dat vind ik al heel wonderlijk. Dus eigenlijk... heb je daar een kolk met, laten we zeggen, de aansluiting direct naar de infiltratievoorziening, die gewoon helemaal open is. Dus al het vuil wat vanaf de straat in de kolk komt, dus dat zijn kleine zanddeeltjes en dergelijke, dat gaat rechtstreeks de infiltratievoorziening in. Maar dan zijn er dus, zoals ik nu moet constateren, twee verschillen in. Dit is water wat van de straat komt. Ja. En bij ons gaat het vooral om infiltratie van water wat van het dak komt. Dus het is niet één op één vergelijkbaar. Nee, ja, het ligt aan als je zinken goten hebt, dan is natuurlijk ook wel funest door de uitloging. Maar dat is niet helemaal vergelijkbaar, nee. Nee. Wat wel mooi is ook om te vertellen, ik dacht vroeger, wij zijn in Arnhem gaan vegen op beeld. Wat houdt dat in? Vroeger veegde je om de paar maanden zat men op een straat. En tegenwoordig vegen wij op beeld. En dat betekent als de straat vies is, gaan we pas vegen. Dus ik dacht, dat veegregime heeft ook negatieve invloed op, laten we zeggen, de kolken. En daarmee doorgeven naar de infiltratievoorziening. Dat is niet helemaal juist. Soms is het zelfs zo dat vegen het bevordert. Want met vegen maak je, zouden we zeggen, vaste deeltjes op straat weer los. Ja. Ja. En die spoelen dan mee. Het heeft ook natuurlijk afhankelijk van welke bui dat er valt, et cetera. Spoelen dan eerder mee naar de kolk. En omdat wij maar één keer reinigen, zit die kolk eigenlijk al vol. Dus spoelt alle verontreiniging direct naar de infiltratievoorziening. Dus het gebeurt op het dak ook, ja. Ja. Ik heb nog meer vragen, maar misschien onder eerst even de gelegenheid. Ja, heel goed. Iemand van de studenten een vraag? Ja, ik wou even vragen, hoe kan je de verschil, want ik begrijp dat er komt een verschil vanwege wat voor zand of klei onder die buizen zijn. Hoe kan je die verschil vergelijken van die infiltratietesten? Kan je dat zien van het infiltratietesten? Ja, is dat... Ik begrijp jouw vraag niet helemaal, hoor. Ja, sorry. Dus... Nee, geef niet. Ja, dus ik begrijp dat de infiltratie heeft te maken ook met een soort van soil
dat het eronder zit. Ja, de grondsoort. Dus, ja. 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 Dus ja, kan je dat zien in de infiltratietesten? En hoe kan je dat verschil... Nee, even kijken. Daarom is die nulmeting, wat ik vertelde, is heel belangrijk. Zodat je eigenlijk net na de aanleg al bepaalt hoe goed functioneert mijn voorziening. Dat klinkt logisch. Maar heel vaak hadden wij ook gewoon binnen de gemeente Arnhem, we leggen iets aan en klaar. Ja, dat is natuurlijk heel raar, maar dat was de praktijk. Dus het is heel belangrijk om te weten, hoe doet hij het nou eigenlijk direct na aanleg? Wat wij dus in de praktijk zien, is dat dus eigenlijk de voorziening, ik noem het maar die betonnen buis, of die kunststofbuis, of die kunststofput, goed blijft functioneren. Dus als je in de voorziening kijkt, dan zie je het eigenlijk niet. Maar buiten de voorziening, of het doek raakt dus verstopt door die kleine verontreinigende fractie wat meegaat met het regenwater, of de zeer zanderige bestaande grondslag, die raakt dus versmeerd door die kleine verontreinigende fractie. Dat is natuurlijk wel even heel lastig, omdat bijvoorbeeld de meeste Iterio liggen natuurlijk in een wijk. Je kunt die niet zomaar opgraven. Even kijken, omdat wij het geluk hebben dat we ook Iterio in het park hebben, en binnenkort gaan we er ook een paar weer opgraven, zijn we hier eigenlijk achtergekomen dat het niet meer functioneren van deze voorzieningen buiten eigenlijk de voorziening zit, waar je dus ook niet meer bij kunt komen. En toen vervolgens heb je een beheersmaatregel om bijvoorbeeld een Iterio weer schoon te krijgen, is die vacuümreiniging. Dus dat is eigenlijk een speciale reinigingskop, die zit heel dicht tegen de wand en die gaat heel snel, draait die rond. En dan krijg je eigenlijk een soort vacuüm waarmee dat die eigenlijk het zand uit de buis zuigt. Althans, dat is de bedoeling. Maar die heeft een dusdanige kracht dat wij nu het vermoeden hebben dat die kleine fractie wat om de buis heen zit, de buis intrekt. En dan zit die buis ook helemaal verstopt. En daardoor zie je dus ook dat die nareiniging nog slechter functioneerde. En we hadden eigenlijk de hoop van oké, dit is gebeurd. Die buis is nog slechter gaan functioneren doordat die niet doordringbare grondlaag om die buis naar binnen heeft gezogen. En we hadden de hoop dat als die een paar keer weer goed gevuld zou zijn, dat die zich dan eigenlijk weer door de druk zo schoon zou drukken, zal ik maar zeggen. Maar helaas zien wij dat dus niet terug. Mm-hmm. En dat is toch wel schrikbarend, want dan heb ik dus eigenlijk een Iteriol daar, die ik niet meer functionerend krijg. Of niet goed functionerend meer krijg, met bestaande beheersmaatregelen. Dus dan moet ik hem gaan opgraven. Ja, dat is geen optie. Hey, ik breek er even ter aanvulling op in, want ik ben heel benieuwd, ook overzien de tijd en met de vraag, of jij denkt, Erik, of het nemen van een boormonster naast een Iterio, hè, dan hoeft niet die hele straat per se open. Ja. Kabels, leidingen, alles, we weten het, de meesten hier weten daar wel van. Of dat eventueel zinvol is, of het laten van een pijlbuis, bijvoorbeeld in de raai, aan beide kanten. Ja, ik roep denk maar het niet. Wat voor de discussie. Ja. Oké, dus dat we ook de bodemmonsters nemen. Dan moet je er echt direct naast zitten. En ja, precies. Natuurlijk ook. Ja, en daarom gaan we ze binnenkort weer opgraven. En wat ik daar zie, is dat je eigenlijk boven die Iterio, dan ziet alles er prima uit. Ja? Maar echt die centimeter een beetje halverwege en daaronder. Ja, halverwege is al heel moeilijk om dat te raken, zal ik maar zeggen. En daaronder kom je al helemaal niet. Daar zit die ondoordringbare laag, heeft zich daar gevormd. En dat zie je ook in de Iteriolen. Van de week was ik ook, we hadden een paar keer 's nachts werk om de Iteriolen te reinigen. Dan zie je ook dat halverwege tot de onderkant is verontreinigd, is vies en dergelijke. Dus ik zie daar ook wel op camera-inspecties terug dat die buis
aan de bovenkant en de bovenste deel aan de zijkant nog wel goed functioneert en daarna niet meer. Dus dat duurt het ook wel een eeuwigheid voordat ze leeggelopen zijn. Dus ook mijn berging met zware regenbuien heb ik dus ook eigenlijk pas na een hele lange tijd weer beschikbaar. Hè? Ja. Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat het ook heel waardevol is als ik ze dadelijk ook echt die etheriolen ga opgraven. En die etheriolen die zijn na een half jaar geen regen nog vol met water, dus ik hoef ze helemaal niet bij te vullen. Ja, dan gaan we ze opgraven, even heel goed met een plan van aanpak en met beleid. En dan ontdekken wat we zien en wat er gebeurt. Ja, ja precies. Heel waardevol is. Nou. Ja, misschien ook, of had jij nog een vraag, Alexandra? Ja, ik wil vragen of bestaat er een monitoring systeem om zonder op te graven, iets te meten en dat te weten in een manier? Bestaat zoiets? Ja, een punt is, de grond zit aan de buitenkant, dus dat is wel lastig. Maar nogmaals, daarom die nulmeting is heel belangrijk. Ja. Het functioneren kun je met divers natuurlijk goed doen. Het nadeel van divers is, wat ik merk, is dat ze toch ook vrij snel al vaak kapot gaan. Ja. Kan niet een diver in de grond iets meten of zo, met één manier? Kan dat? Ik weet wel dat in de grondwaterstand meet je niks. Want in Arnhem-Noord hebben we plekken, ja, daar zit grondwater 50 meter diepte. Dus weet je, dat is, als hij gaat lopen, dan is dat ook gelijk weg, zal ik maar zeggen. En blijft het echt, waar die niet meer functioneert, gewoon ook in de buizen zitten. Dus in het grondwater zie ik niet zo snel wat terug. En het nadeel is, wat we tot nu toe dus ontdekt hebben, ik wil nu niet zeggen dat dat overal geldt natuurlijk, maar wat wij in Arnhem ontdekt hebben, is die hele dunne laag van een centimetertje, hooguit 2 centimeter, die het dus doet. Ja. Dus dat betekent eigenlijk, het is niet de schuld van het etheriool, het is niet de schuld van het doek, het is ook niet de schuld van de kolken, maar zorg inderdaad voor de juiste type kolken. Bijvoorbeeld, toch maar de waven, de nieuwe waven tegakolk, zie ik daar wel een goede mogelijkheid in. Het reinigingsfrequentie van kolken en ook welke kolken. En het beter en eerder afvangen van die hele kleine fractie. En dat je die dus ook makkelijker en sneller kunt reinigen of kunt weghalen. En opnieuw kunt plaatsen en dan pas je voorzieningen. Ja. Het zou ook heel leuk zijn op de Waterstraat, Alexandra, om daar proeven mee te gaan doen in Delft. En natuurlijk ook andere proeftuinen. En misschien, ik zie, er zijn nog een paar binnengekomen tijdens dat Erik, onder andere Jorn en Vita. Misschien voel je hem al aankomen. Jullie hebben ook onderzoek gedaan naar etheriolen. Volgens mij kennen jullie het onderzoek al een beetje van Erik. Willen jullie daar iets over vertellen of hebben jullie vragen misschien? Lange stilte. Dus nou, misschien komt dat nog. Want Jorn heeft zijn resultaten ook. Die was in Zeist aan het meten. En we hebben al een beetje gekeken, vergeleken. En wat daar natuurlijk ook uitkomt is dat het soms tegenvalt, om het zo te zeggen. Dus dit is wel, dit is niet het verhaal van Arnhem. Dit is het verhaal van IT-regulering, zou ik willen zeggen. Dus dit zijn wel heel interessant vind, om toe te voegen, is dat wij natuurlijk onderzoek gedaan hebben naar horizontale IT-regulering en Erik naar verticale. Of dat nog enigszins uitmaakt in de infiltratiecapaciteit. En of we dat wel direct met elkaar dan kunnen vergelijken. Als het bijvoorbeeld niet hetzelfde materiaal is. En de horizontale bui stroomt natuurlijk gewoon in principe. Dus heeft ook dan meer tijd om over een langer oppervlak te infiltreren in principe. Ja, dus dat zou nog wel interessant zijn. Ja, de Iterio leggen bij ons ook horizontaal met grote valputten. Oké. Afgelopen week hebben we vaak in de nacht gewerkt. Wat je dus heel ziet, ik had het echt nooit verwacht. Maar die grote valputten, want dat riool ligt horizontaal. Hè, en dan valt die en dan stroomt die een stukje verder ook weer. Die putten, zijn gigantisch, die putten helemaal vol met slip. Het is gewoon bizar
hoe vies dat ze waren. Kun je nagaan, hè? Een infiltratieriool, waar dus eigenlijk alleen maar kolk op zitten. Ontiegelijk vies. En daar zie je dus, wat ik zei, halverwege de buis tot onder de buis gewoon stopt. Bij de infiltratieputten zie ik helaas geen verschil in de verontreiniging of helemaal bovenin of helemaal onderin. Okay. Het doek zie ik eigenlijk vanaf boven tot beneden vies en ondoorlatend. Helaas. Dus dat betekent eigenlijk dat zo'n infiltratieput die loopt helemaal vol en duurt heel lang voordat die leeg loopt. Dus ook de bovenste laagjes, zal ik zeggen, die krijgt het flink te verduren. Wat je wel duidelijk ziet, en dat heb ik eigenlijk niet verteld bij een sheet met vier putten in de Sterrenberg. We hebben ze ook parallel staan. Dan zie je dat de eerste put heel vies en niet meer goed functioneert. De tweede put die functioneert al nog als een tierenlier. Dus dan zie je eigenlijk weer dat die afvang, dat we daar, want ik ben wel een groot voorstander in infiltratievoorzieningen en IT-riolen en wadis en zo, maar dat we moeten gaan zoeken naar een betere afvang of een voorziening die we wat makkelijker kunnen beheren of weg kunnen halen, die dus echt die kleine fractie, want daar gaat het voornamelijk om, die kleine fractie met de verontreiniging beter en eerder afvangt. Ja. Ja, dat geldt ook voor diep infiltratie bijvoorbeeld, geldt daar precies hetzelfde voor. Ja, dat gebeurt bij de nieuwere regenwateropvanginstallaties en regenwatergebruikinstallaties, gebeurt dat nu ook al. Er is een apart putje voordat het regenwater de regenwateropvang ingaat. Maar wat we ook weer rekening mee houden, is ik wil eigenlijk mijn water wel zo snel mogelijk in die voorziening hebben. Dus ik moet daar niet weer een voorziening tussen hebben die enorm knijpt. Ja. Nee, het is een soort filter wat gelijk ook het water zelf, het vuil zelf richting riool spoelt. En daarmee het filter, het is een zelfreinigend systeem. Ja, nee, maar ik wil er eigenlijk mee zeggen van dat ik als er een flinke bui valt zoals gisteren, wil ik het ook wel vrij snel in mijn voorziening hebben. En niet eerst geknepen en heel langzaam pas in mijn voorziening. Ja, dat schiet ook niet op. Nee. Maar interessant is het zeker, ja. 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 Dus, nou, je noemde al, er wordt wel onderzoek gedaan natuurlijk naar afvang van de kleine fractie, maar het is gewoon heel lastig, zeker bij grote buien. En inderdaad, zoals je al zei, het gaat niet om die grote fractie, want het zand, daar zit ook niks aan eigenlijk. Het gaat juist om die hele kleine fractie waar de meeste zware metalen en dergelijke in zitten. En die zweven in het water, die moet je echt alleen maar filtreren feitelijk. Bij normale kolken heb je zo'n turbulentie dat je dat niet eruit haalt. Dus promotieonderzoeken bij de TU Delft wijzen dat ook wel aan. Dus, Ja. Maar goed, ik heb wel een mooie handvat nu, ook richting mijn managementteam, van ik moet mijn kolkenfrequentie, en daar hoort natuurlijk ook behoorlijk wat geld bij, dat sowieso ook al aanpassen. Ja. Dat is ook al de eerste stap. En mooi wat jij zegt, ook het niet-technische deel, hè? De kolk is van iemand anders en jij doet het de voorziening. Gaat daar nog iets mee gebeuren? Jij hebt waarschijnlijk goed contact met hun, maar niet in elke gemeente zal dat zo zijn, denk ik. Nee, en daar had ik laatst met Vita ook even een gesprek over. Dus waar ik dus eigenlijk nog steeds enorm van baal, is dat ik heb in Arnhem al ontiegelijk veel verschillende afkoppelvoorzieningen. Ja? Ook de wadi's, Maar om bijvoorbeeld een wadi maar te noemen, kent iedereen. Een wadi is een groen vlak. Ja, noem ik het maar eventjes. Dat groen vlak zit in het beheerssysteem van groen. Ja, als zijnde maaien. Ja. De kolk zit eigenlijk weer in het beheerssysteem van, laten we het maar kikker even voor de gemakkelijkheid. Ja. Dus dat is weer een ander beheerssysteem. En de voorziening waarmee eigenlijk ook het water in de wadi stroomt, van de weg af bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk ook, zit weer in het beheerssysteem van wegen. De drainage zit weer in het beheerssysteem van Riop. Dus eigenlijk heb ik één voorziening, de wadi, heb ik in, laten we zeggen, vier of vijf verschillende beheerssystemen. Dan heb ik het alleen over de wadi's. En in Arnhem heb ik wadi's, infiltratieputten, infiltratieriolen, cascadevelden, zandfilters, lamellenfilters. Vergeet ik nog er een hoop. Ja. Ja, hallo. Ja. Dat trek ik niet meer, joh.
wordt er haast verdrietig van, snap je? Ik dacht dat het bij ons divers belegd was, maar wij hebben gelukkig één of twee beheerssystemen minder. Voor die wat. Maar hetzelfde probleem hebben wij ook inderdaad met kolk reinigen vooral. Ook omdat het zit bij ons wel gelukkig bij riolering, maar wij hebben het dan wel weer uitbesteed aan de reinigingsdienst. Dus die beheert dat eigenlijk weer. Ja, klopt. Ook weer via hun eigen systeem, deels en kikker. Ja, dat soort wel problemen. Precies. Wij wel twee keer per jaar, althans, dat is ook het doel. Maar dat lukt ook lang niet altijd, vanwege verschillende redenen. En waar ik ook van baal, is bijvoorbeeld mijn onderzoek, of onderzoeken naar de bodemkwaliteit, of die geschiedenis, die geschiedenisopbouw, die zit in Windows Verkenner. Want dat kan ik nergens kwijt. Ja. Dus in mijn beheerssysteem kan ik ook niet monitoringsrapporten van de grond kwijt, of grondwater, of wat dan ook. Dus als ik straks een andere baan neem, of zo, dat is niet van plan, maar stel, of er gebeurt iets naartoe allemaal maar, dan zit het zo versnipperd en verspreid en dat is dus totaal niet verleidbaar. Precies. Een kikker kun je alles stiekem gewoon aan een mapje koppelen. Dus, ja, precies. Ja. Ken je onze ICT nog niet, maar dan heb ik het alleen over afkoppenvoorzieningen. En dan moet ik me ook nog bemoeien met baggenklussen en fonteinen en gemalen en persleidingen. Ja, weet je, hallo. En dat is zonde. Precies. Nee, inderdaad. We gaan een beetje langzaam naar afronding. Maar ik zie nog een vraag van Dirk Jan. Leuk dat je erbij bent. Ja, dankjewel Floris. En bedankt voor je verhaal, Erik. Ik heb een tweetal vragen. Dank voor je uiteenzetting ook. Hoe reageren de fabrikanten van de IT-riolering op jouw bevindingen? Dat is mijn eerste vraag. Ja. En de tweede is, zou je misschien bijvoorbeeld onder het IT-riool een lavasteenfundering of iets dergelijks kunnen leggen om te zorgen dat het dan niet vol slipt? Ja. Dat waren mijn twee vragen. Ja. Die laatste zou misschien wat wij eigenlijk ook duidelijk bij de infiltratieputten met grauwakker ook zien. Dat die beter blijven functioneren. Dus ik vermoed dat daar ook een goed punt zit. Inclusief beter afvang natuurlijk. Wat betreft de IT-boys, zal ik maar zeggen. Heb ik bij Rio net ook duidelijk gezegd. Het is niet de schuld van het IT-riool. Het is niet de schuld van het doek. Dus het is ook niet hun schuld dat het niet meer functioneert. Ik moet als beheerder ook meer betere maatregelen of bedenken of uitvoeren om ze functionerend te houden. Want het is niet de schuld van hun. Want ook als ik dat de IT-riool gaat opgraven, dan zul je, als je erbij wil zijn mag, dan zul je het ook zien dat dat IT-riool het gewoon weer doet. Dus die buis kan daar niks aan doen. En zo hebben heel veel factoren die het eigenlijk allemaal er niet iets aan kunnen doen, maar vervolgens functioneert die niet meer. Snap ik. Ik had gehoopt dat ze mee zouden denken in een oplossing. Ja, inderdaad, wat je zegt, vooraf bij het afvangen. Of misschien een oplossing toch achteraf, zou ik maar zeggen, om het IT. Ja, daar kunnen we nog veel over onderzoeken, denk ik. Ja. Ik kan er nog uren over vertalen, want ook onze berekeningen, ook wat betreft klimaatadaptatie. Ja, hou eens even. Die zijn niet, en vervolgens heb ik uitkomsten met twee cijfers achter komma of plekken van het is net geen 5 centimeter wateroverlast, dus dat bezien we niet. Het is gebaseerd op onjuistheden, hè? Laat het duidelijk zijn. Althans, spreek ik voor Arnhem. Ja, het zijn hele mooie duidelijke conclusies ook die je trekt, Erik. Ik ga een beetje naar afronding toe. En sommige dingen die hebben we natuurlijk nog niet zo benoemd. Maar ik zag heel veel studenten erg knikken. Ook toen je het over het verschil tussen verzadigd en onverzadigd hebben. Zoals Jip en Raimondo zo aan het meten aan groenvoorzieningen. Daar zien we ook een heel duidelijk effect. En dat wordt vaak ook niet meegenomen hierin. En het het onderhoud voor en na. Dat zijn hele belangrijke proeven en het is fantastisch te zien hoe gepassioneerd jij ook bent. En deze kennis deelt natuurlijk ook. Dat is op deze manier, ook hier zitten natuurlijk mensen die op verschillende plekken onderzoek doen. Dat we op deze manier toch die kennis een beetje bundelen en ook kijken van joh, is dit overal zo en wat kunnen we ermee doen? En daar heb je duidelijke conclusies aangegeven. Dus
Zullen we langzaam naar een afronding, ja, denk ik? Of als er nog één prangende vraag is, maar ik zie het niet. Ik zou ook eigenlijk willen voorstellen, qua kennisdelen, het lijkt me heel erg leuk, Erik, als je nog een keer terugkomt. We, ja, kunnen een hele sessie met jou vullen en we hebben het nog niet over de bovengrondse voorzieningen gehad. Nee. Voor de mensen die Land en Water lezen, volgend nummer staat Erik erin met doorlatende verharding in de Reestraat. En ook een link naar de Rain Gardens die daar liggen, ja, waar ik ook aan meet met Jip en anderen bijvoorbeeld. Dus dat zou ook ontzettend leuk zijn. Dus ja. Ja, fantastisch in ieder geval daarvoor. Ik zou ook aan de studenten zeggen, volg Erik op LinkedIn. Hij plaatst hele mooie plaatjes, zoals je achter hem ziet, van oude riolen. Hele, ja, essentiële kennis volgens mij daarvan. Dus, nou, van alles. Ja, ja. Dus heel inspirerend in ieder geval. Dus, oh, leuk. Leuk om te horen. Ja, zullen, ja, we hiermee afsluiten? Ja, denk ik kom graag weer een keer terug, joh. En jullie welkom in Arnhem. Laten we dingen, ja, gaan ontdekken, joh. Ja, inderdaad. Dat is zeker mooi. Nou ja, met Sydney heb ik al... We doen ook die climate cafés. Nou, dat weet jij ook, Erik. Maar we gaan het hele land door met deze studenten ook. Juist dat draagt bij voor kennisuitwisseling. En dan kunnen we in teams hier heel rustig over de resultaten praten. Dus hartstikke leuk. Oké. Okay. Het is fantastisch weer dit weekend. Ik wens iedereen een heel mooi weekend, ook namens mij en Sydney natuurlijk, die dit elke week weer organiseren. En we hopen jullie volgende week weer te zien. Ja? Oké. Dank je. Doei.